Dag dames en heren, goedemorgen. De laatste dag van de meteorologische zomer vol volop zon en ook nog eens temperaturen op veel plaatsen boven de 25 graden. Het is helder in ons land en dat blijft het ook vandaag ook zo. Uh, wel zien we hier boven de Britse eilanden een koufront aankomen en dat komt langzaam dichterbij. Dat trekt komende nacht van noordwest naar zuidoosten over ons land. Met wat wolkenvelden, want het is vrij inactief. Morgen ligt dat ook boven het zuidoosten van ons land en daar. Zou zeer lokaal een buitje kunnen uitvallen. Maar vandaag starten we in ieder geval helder. Lokale mistbanken zijn opgetrokken. Klein beetje sluibewolking. Misschien in de loop van de middag een enkel stapelwolkje. Het mag allemaal geen naam hebben. En hele mooie temperaturen. Warmer dan gisteren: 22 op de wadden. En zelfs 26, 27 graden. in het oosten, midden en zuiden van het land. En dat alles bij een zwakke. En langs de kustmatige wind uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. Vanavond is het ook nog helder, maar vannacht komt dat bandje met bewolking dan overzetten. Waarschijnlijk blijft het wel droog, minder koud dan afgelopen nacht, komt door de bewolking 13 graden. En ook komende nacht is het allemaal vrij rustig. Morgen overdag hebben we te maken met af en toe wat zon, maar wat meer bewolking dan vandaag. 8 uur zon nog en lokaal kan er een bui vallen. S ochtends in het noordoosten, middags in het zuidoosten en de temperatuur zal door aanvoer van iets minder warme lucht met een matige west- tot noordwestelijke wind uitkomen op 21 graden. Maar ja, die vrijdag ziet er weer mooi uit, een droge dag met 7 uur zon en 23 graden. In het weekend neemt langzaam de kans op een bui toe en dat is met name op de zondag.